Ik ben Viola, ik ben 31 jaar en samen met mijn vriend Joost verwachten wij ons eerste kindje. Ik voel me deze zwangerschap heel goed en daar ben ik heel blij mee. Ik kan alles nog doen wat ik wil, zoals sporten, werken. Ik moet natuurlijk wel een beetje aangepast dingen doen, maar tot nu toe gaat het echt heel goed. Op een gemiddelde werkdag ga ik het liefst gewoon eerst lekker sporten, dus yoga doen of naar de sportschool of lekker buiten wandelen. Daarna maak ik een ontbijtje en start ik de laptop op om aan de slag te gaan. Dan edit ik bijvoorbeeld foto's of mail ik met klanten voor campagnes. En ik hou ook heel erg van koken en bakken, dus altijd, iedere dag maak ik wel iets in de keuken om eventjes het hoofd leeg te maken en weer wat anders te doen. Het lukt redelijk om gezond te blijven eten, maar ik moet zeggen, in het begin had ik wel heel erg zoete cravings. Mijn ultieme zoete cravings, kompoezen. Een ding wat mij heel erg opvalt tijdens de zwangerschap is dat ik echt enorm veel meer dorst heb. Dus door de dag heen drink ik veel meer water dan dat ik hiervoor deed. En als ik niet genoeg water drink, dan merk ik dat gelijk met hoofdpijn, droge lippen, vermoeid gevoel. De positieve eigenschappen die ik heel graag zou willen doorgeven aan mijn dochter zijn uiteraard een positieve mindset. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Maar daarnaast ook gewoon lekker avontuurlijk zijn, zoals wij hebben gedaan, een wereldreis maken bijvoorbeeld. Een eigenschap die ik liever niet doorgeef is chaotisch zijn, want ik ben echt een rommelkont en heel chaotisch. Ik denk dat mijn leven heel anders gaat zijn met de baby erbij, maar ik heb er ook enorm veel zin in. Vergeet niet ook aan jezelf te denken. Join de Spa Mama Club.